De film heet Bluebird en gaat over twee kindjes, een broer en een zus, die een vogeltje kwijtspelen en die moeten gaan zoeken. En het is gebaseerd op L'Oiseau Bleu van Maurice Maeterlinck, een oud theaterstuk uit 1908, dat de Nobelprijs voor literatuur heeft gekregen. Iedereen kent Maurice Maeterlinck van zijn ander werk, maar niet van L'Oiseau Bleu. En dat is Pertang in het buitenland. Heel bekend. Er zijn al 5 films op L'Oiseau Bleu gebaseerd. 1 met Shirley Temple, 1 met Elizabeth Taylor. Denk ik 2 manga-films, een Russische film. En er zijn nog vele varianten op. Dus er wordt heel vaak naar verwezen. En toch, ik had er nooit van gehoord.